20 december, we staan in Berg op Zoom voor de derde Dutax actiedag. We spreken met een aantal taxidames over wat de loonsverhoging voor hun betekent voor 2012. Weet u dat u in januari een loonsverhoging krijgt? Ja, dat weet ik, ja. Oh, en dat bent u wel blij mee met het gigantische salaris wat u heeft? Daar ben ik wel blij mee, ja. Alles is meegenomen. Nou, alles meegenomen, dat is ook weer... Alle procenten meer zijn meegenomen. Dat is waar. Ja, maar, toch? Ja. In deze tijd sowieso. Zonder meer. En heeft u het nou zin bij de Dutax? Ja. Ja, ik heb het heel goed aan mijn zin, ja. En u wordt goed betaald? Ja, eigenlijk niet, maar ja. Ja, dat oké. Okay. Ja. En uw contract? Ik heb contract voor een jaar. Voor een jaar. Ja. En dat is hoeveel uur in de week? 15 uur. Welkom. Zeker dit nieuwe jaar met deze slechte tijden. Nou, dat is goed. Mag u in ieder geval dit toch overhandigen dat u vandaag toch gelijk lid bent geworden van de Bond? Ja, dankjewel. En u komt toch zeker ook al 7 januari wij komen naar het Kampenielen in Breda. Ja. Daar zijn we hartstikke fijn mee. En stelt het uw collega's. Helaas, ik ben er niet bij, want ik zit al een Lapland weer terug. Kijk. Dus, ja, fijne is dagen. Is goed, hey, dankjewel. Graag gedaan. Hey, doei. Kersman, u wilde mommen? Ja, dat klopt. Ik zit ook in de taxibranche. En daar de salarissen daar toch niet zo erg hoog zijn, ondanks dat we dus nu 7,5% loonsverhoging krijgen in januari, ben ik toch een klusbedrijf begonnen voor mezelf. En in deze tijd ben ik dus, omdat ik toch vermomd moet zijn, ben ik Nicolaas, voornaam Sint.